Alice Cooper zakte van 11 naar 12. Tenzij Zee zakte eveneens van 6 naar 11 met Donna. David Bowie zakte van 9 naar 10 met The Genie Genie. En ook Gary Glitter wilde toen niet achterblijven en zakte één plaatsje. Van 8 naar 9 dus met Do You Wanna Touch Me. De Buffoons stegen 4 plaatsen van 12 naar 8 met My Girl Donna. En voor de tweede keer Alice Cooper in onze top op 20. School's Out, nou ja, natuurlijk nog niet. Van 5 naar 7. In de hitologie is het bijzonder belangrijk het tijdsgebeuren snel op te volgen. Dat betekent, enkele Engelse geleerden ontdekten in 1973, dit jaar dus, dat het niet gaat bij de grammofoonplaat om het horen van het geluid alleen, nee, maar ook om het voelen van het geluid. De stelling van Sleet noemen wij die en luidt dus, come on and feel the noise.